Slechts 11 doelpunten dit seizoen. Dus mocht Reilly Ignacio komen van Kozakken Boys, scoorde er 5. En is hij het lek dat boven is voor de ploeg van André Wetzel. AFC tegen Excelsior Maassluis. Maassluis staat 7e op de ranglijst. En AFC op Sportpark goed genoeg is de hekkensluiter. De kans voor Dien van Ooyen gaat over het doel van Patrick Sonneveld. Rijsdijk die het zo goed doet met Excelsior Maassluis. Ook nu weer in de subtop. Ignacio bij Grootvaan. Daar moet hij de ballen van krijgen. Daar komt de voorzet. Daar is het Bosma. Nu Ignacio legt af. En dan bijna de goede inzet van Jesse. Maar het is de doelman Jean-Paul van Leeuwen die ertussen zit. En zo golft het spel wat heen en weer. Maar is AFC wel de bovenliggende partij met Bosma. Bosma van afstand. En een rare beweging van doelman van Leeuwen. Op het schot van Bosma, maar hij houdt hem wel tegen. En dus blijft het nog altijd 0-0. Weer Grootvaan. Kijken wie er voorkomt. Daar is Grootvaan. Nu moet hij naar Ignacio. Alleen die mist hem. En daar nou was hij nou net niet voor gekomen. Om kansen te missen. Waar blijft Excelsior Maassluis? Rosario Almeida mag opkomen. Daar is de voorzet. Vink legt klaar. Hens wordt er geroepen. Het is maar goed dat men daar doorgaat. Omdat de 1-0 op het scorebord komt. Daan Blij is de maker. Het is zijn tweede deze competitie. Rosario Almeida met de voorzet. Vink legt hem klaar. Daar zit het lichaam van Willemsen tussen. En dan maakt Blij het af en is Zonneveld geslagen. En heeft Excelsior Maassluis toch op kousenvoeten als het ware de voorsprong genomen. Tweede helft dan met AFC. Daar is Jesse. Jesse en Ignacio. En hiervoor is hij naar goed genoeg gekomen. Het maken van doelpunten. Dit is zijn eerste voor AFC. En dat betekent de gelijkmaker voor de ploeg van André Wetzel. De voorzet is uitstekend. Twijfelend optreden achterin. En de gelijkmaker dus van Reilly Ignacio. Scoorde de 5 bij Kozakken Boys. Grootvaan op avontuur. Voor de Amsterdammers. Met Derek Kwee. Gaat hij het van afstand proberen? Ja. Maar de bal komt niet op doel. AFC dat alle wedstrijden verloor. 0 keer scoorde in december. En dat dus nu vanaf de laatste plaats moet afzien te komen. In de resterende tijd van de competitie. Goeie redding daar van doelman van Leeuwen. En dan Ignacio buitenspel. De inzet was goed. De goal niet, maar het is wel een gelijkspel voor AFC.